Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Career Mode. Mijn naam is Gianan Schraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 6 alweer. Maar heb jij die vorige race gemist? Zal ik die eerst even terugkijken, voordat je deze dus gaat zien? Dat kan rechtsboven in het i'tje. Klik erop en dan zie je die video verschijnen. Maar het allerbelangrijkste, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen, abonneer vooral voor meer wekelijkse Formule 1 content op mijn kanaal. En ram ook gelijk op dat belletje, zodat je geen enkele aflevering van mij mist. Volg me even op de sociale media, @GiananSchraven op Instagram, Twitter, Facebook. Mijn gebruikersnaam is in de beschrijving. Hebben veel SC-tokens binnengekregen. En Azerbeidzjan verwacht weer een moeizame wedstrijd, want we zijn gewoon nog niet snel genoeg. Al helemaal niet op het rechte stuk. Dus ja, dat wordt nogal wat. Nog 0 punten behaald dit seizoen. Samen met Williams zijn wij het enige team dat geen punten heeft gehaald over de hele races. En dat is best wel pijnlijk. Dus hopelijk kan dat in Azerbeidzjan wel. Het gaat lastig worden, maar je weet maar nooit wat er gaat gebeuren. We hebben wel wat weinig cash helaas. Er zijn wel een aantal updates die aan de gang zijn. Kijk maar, zoals deze is gewoon volbracht. We moeten gewoon resourcepunten gaan sparen en dan kunnen we ons misschien gaan verbeteren. Maar we staan er gewoon nog steeds stijf achteraan. Kijk maar bij de Vehicle Performance Comparison. Helaas, het is wat het is. Maar dan gaan we lekker door naar de kwalificatie voor aflevering nummer 6. En kijken wat dat gaat worden. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij de kwalificatie natuurlijk. Hebben heel veel tijd verloren vanwege motorcomponenten die we hebben gewisseld in deze grote prijs. Dus, maar we krijgen geen crit penalty, dus we kunnen ons gewoon zo hoog mogelijk zien te kwalificeren. Nog ongeveer 4 minuten op de klok. Dus eigenlijk hebben wij maar 1 run om te doen. Dit wordt eigenlijk een alles of niets poging. Komen wij aan bij het lange rechte stuk en de ERS raakt op. Dus hier verliezen wij nog eens extra tijd. En dan komen wij bij start-finish. En dat is helaas de laatste plek. Dat is de laatste plek. Heel teleurstellend dit. En dan pakt Charles Leclerc de snelste tijd in Q1. Daarachter Carlos Sainz op 8000ste. Daarachter Lewis Hamilton op ongeveer 55000ste. Maar wij staan dus helemaal op de laatste plek in de race. Teleurstellend. Ja, het is wat het is. Dit is eigenlijk al heel het seizoen zo. Poitier pakt ons constant in de kwalificatie. Maar op naar de race. Hopelijk kunnen we er nog iets van bakken. En zo niet, ja, dan is het helaas pech gehad. Maar goed, niet opgeven. We gaan er gewoon voor. Daar gaan we dan voor aflevering nummer 6 van F1 22. My team. Welcome from Baku. This was the arena, if you think back to 2017, of one of the most eventful races of modern history. With controversy behind the safety car, last second overtakes and a historic podium for Williams and Lance Stroll. Let's find out what lies in store for us this year. It's time for the Azerbaijan Grand Prix. The Baku City Circuit measures roughly 6 kilometers and is made up of 20 corners and 2 DRS zones. The circuit winds around the narrow city, through the old town, and even brushes against the city's medieval walls. However, as beautiful as the setting is, this track is also a ferocious technical challenge, where the smallest of mistakes could lead to catastrophic consequence for any one of our drivers. So with the race not far away from starting, here's what today's grid rundown looks like. Charles Leclerc lines up on pole position. A very happy Carlos Sainz will start second. Moving on to the rest of the grid, we have Russell, Verstappen, Sir Lewis Hamilton, and Perez, Bottas, Magnussen, Norris, and Fernando Alonso, Mick Schumacher, Ocon, Daniel Ricciardo, and Gasly, Joe, Albon, Sebastian Vettel and Yuki Tsunoda, Stroll, Teo Porcher, Latifi
and the professor. Which of these talented drivers will come out on top today? Anthony Davidson joins me again for the race today. Let's start with the new Alfa Romeo driver. What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within that team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do, and that's definitely contributed to the performances we've seen. Nou, dan zijn we aanbeland bij de grid. Kijken wat deze race gaat opbrengen. Medium hard is de strategie. Neem er extra fuel mee om wat harder te kunnen pushen. Maar ik denk niet dat dat nodig is, want we zijn gewoon zo traag op het rechte stuk. We gaan ons voorbereiden voor de Formation Lab hier in Azerbeidzjan. Bijna iedereen buiten de top 10 start op de medium compound. Wij dus ook. Yes, doen we. Ja, P22 helaas. Hopelijk kunnen wij Latifi verschalken bij de start. Theo Poortje gaat denk ik lastig worden, want die is bloedsnel op dat rechte stuk. En dan zijn we aanbeland bij de start. Iedereen al op zijn plek. Wij komen nu bij onze gridslot. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 6 van F1 22. My Team Career Mode en de lampen zijn uit en we zijn onderweg. Komen niet zo goed weg. Klein beetje wielspin. De achterbanden hebben het moeilijk. Poortje komt heel slecht weg. We maken hier een divebomb. Latifi blokkeert die binnenkant. 3 dik tussen Tsunoda, Stroll en Latifi. Wij tikken per ongeluk Poortje daaraan. Knalt daar ook gelijk tegen een muur. Vallen hier Latifi aan die binnenkant. En hebben ook een issue met een motorcomponent. Gaan dus motorverlies leiden in deze grote prijs. Stroll is de volgende die valt Yuki Tsunoda aan. En ook gelijk Guan Yu Zhao. En wij vallen Tsunoda hier aan. Ook Stroll? Nee. Jawel, Stroll wel. Hoppata. Dat is 2-1. Goed gedaan. Door naar Guan Yu Zhao aan de buitenkant proberen. Net niet. Jammer. Maar we zitten er wel bij. P18. Dus een goede openingsronde, terwijl Lance Stroll het daar opnieuw probeert. Maakt een kleine divebomb, is er voorbij. Maar nog niet helemaal. En wordt daar de muur ingedrukt. En moet opnieuw... Moet eigenlijk gewoon naar binnen. Zo simpel is het. Moet gewoon naar binnen. Daar heb je een poortje dan die het probeert. En hij is er voorbij. Ook Latifi probeert het. Hij probeert het terug aan te vallen door in de slipstream te duiken. Maar dat is mislukt. Latifi raast ons gewoon voorbij remmen. Probeer hier laat te remmen. Lukt ook gelukkig. En het is P20. Nu hopelijk Poortje opnieuw aanvallen. Maar ik ben er bang voor dat dat niet gaat gebeuren. En dan zitten we einde ronde nummer 4. Zometeen in ronde nummer 5, als Charles Leclerc al bij het tweede DRS-gedeelte is. En hebben helaas geen energie meer over. En Latifi is ons voorbij gepasseerd. Stroll naar binnen gedoken voor een nieuwe neus in ronde nummer 1. Rijdt op de softbanden. Hebben hier DRS, maar Latifi heeft een overtakenknop aanstaan en rijdt wat van ons weg. We kunnen alleen maar volgen. Dat is het alleen maar. En dan zitten we in ronde nummer 7. Als het geel is in sector 1 en Poortje valt uit in de wedstrijd, blokkeert daar volgens mij ook Nicolas Latifi. Jazeker, Latifi kan er niet langs. En dit zien wij. En we halen Latifi ook in. Onder geel, maar goed, dat mag schijnbaar. En Theo Poortje uitgevallen in de wedstrijd. Eerste uitvaller van de dag. Dit is gebeurd met mijn teamgenoot. Nicolas Latifi zat er dicht achter.
Oh, en Poortje raakte zelfs de muur. Oké, dat is er dus gebeurd. Dus hij heeft ook vol vleugelschade en wij vallen daar Latifi aan die binnenkant. En één uitvaller dus. Dan zitten we einde ronde nummer 7. Als Latifi voorbij is aan ons. En vallen hier terug aan, heel erg diep ingeremd. Hebben ook trouwens geen ERS meer over. En dan kan Latifi hier zometeen opnieuw aanvallen. Bij de tweede DRS gedeelte. Gaat hij dat ook doen? Jazeker. Binnenkant lukt niet. Dan naar de buitenkant proberen. En dat lukt ook niet. En Lance Stroll is naar ons toegereden. En die heeft inmiddels een pitstop gemaakt. En is naar de harde band gegaan. Latifi duikt naar binnen. Jazeker, in ronde nummer 10 van de wedstrijd. Nog 16 rondes te gaan. En wij gaan een paar rondes langer door. Om proberen die overcut te slagen op de Canadese coureur. En dan zitten we einde ronde nummer 10. Zometeen in ronde nummer 11. Als hij besluiten om naar binnen te duiken voor mijn laatste pitstop. Het gat naar Latifi is 24,6 seconden. Hopen dat de overcut werkt. En kijken of deze pitstop ook goed wordt. Jazeker, optimal. Ja, kutzooi. Echt, hebben we weer een probleem met het linker achterwiel. En daardoor heeft Latifi dat gat verkleind. En hij is ons inmiddels voorbij gegaan. Er was iets gebeurd op de baan waardoor er wat carbon fiber lag. De marshals hebben het inmiddels opgeruimd. En er zijn geen plannen voor een safety car. Ik weet niet wat er is gebeurd. Maar topwerk van de Azerbeidzjanse marshals namelijk. Latifi hebben wij weer terug veroverd voor P20. Dan zitten we in ronde nummer 13. Op de helft van de grote prijs. Als daar weer Nicolas Latifi aan de binnenkant zit. De wielen haken per ongeluk in elkaar. Niet mijn bedoeling geweest. Oh, hij duikt naar binnen. Oh, Latifi duikt dus naar binnen in ronde nummer 14. Maakt dus nog een pitstop. Interessant. Heel interessant. Ik had het niet verwacht. Misschien is er iets los van zijn auto gekomen of heeft hij een voorvleugelschade gekregen. Dan zitten we in ronde nummer 18. Als het gat naar Latifi 26 seconden is ongeveer. Jazeker. En wij duiken naar binnen. Gaan voor de zachte band. Want ik ben bang dat Latifi binnen 8 rondes heel dat gat aan het dichtrijden is. Omdat hij op die harde band rijden. Hopelijk dat deze pitstop wel goed wordt. En we hebben trouwens wel geluk, want zo komen wij niet in verkeer terecht. En dan komen wij hier pal in verkeer. Blauwe vlaggen worden gezwaaid. George Russell moet ons... het is Lewis Hamilton die ons voorbij moet laten gaan. Daar hebben wij Russell. We moeten hier helemaal van het gas af. En dan kunnen wij weer verder rijden. En dan zitten we in ronde nummer 25. We finishen een ronde eerder vanwege Charles Leclerc die ons heeft gelept. Hij wint dus alweer een grote prijs in Mighty Career Mode. Het is 5 uit 6 voor hem. Goed gedaan. Wij pakken P19. Teleurstellend. En op naar de
volgende race. Great effort there from Ferrari to take the victory today. Tell me, Anne, how do you think they were able to deliver such an incredible result today? I think that smart tyre management on track and very smooth driving definitely assisted in their victory today. That combination meant they got the absolute maximum out of their tyres at all times. And here we are, a team that is no stranger to the podium, taking their place on top once again. A sublime race today and a stunning win for Ferrari. Charles Leclerc wint dus weer een wedstrijd. Goed gedaan zeg. Sainz naar P2, Verstappen op het podium. Toch goed gedaan. Hamilton 4, Russell 5, Perez 6, Bottas 7, Schumacher 8 en Magnussen 9. Ocon pakt het laatste punt voor Alpine. Aston Martin het 0 punten gepakt, jongens, sukkel dat je bent. Wat loop je nou allemaal weer te zeggen, man? Ik snap die commentators echt niet. Ik snap ze echt niet. Volgens mij het Codemaster ze de verkeerde files gegeven. Ja, Ferrari is gewoon zo fucking dominant. Niet normaal. Echt niet normaal. Dat betekent... Twee updates gefaald. Twee updates zijn gefaald. Dit kan je toch niet? Dit is echt kutwerk. Maar goed, ja, ik ga deze video afronden. Ik hoop dat jij genoten hebt. Heb je genoten, bloot dan zeker met like. Heb je niet genoten, dislike de video dan en vertel me waarom je het niet leuk vond. Ben je trouwens nu op mijn kanaal, ram dan op de abonneerknop. En schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je een enkele aflevering van mij mist. Reageer wat even beter kan worden op mijn video. Volg me even op de sociale media. @Gianlanskaart op Instagram, Twitter, Facebook. Mijn gebruikers staan in de beschrijving. Dit was Gianlan, mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video. Hopende dat we dan meer geluk hebben. Maar ik ben er bang voor. Tot de volgende keer.